Hallo mensen van Keuzekanaal, welkom bij deze nieuwe iMine video. Oh yeah! En we gaan vandaag verder met het bouwen van ons dorp hier. En we gaan beginnen met het huisje voor de Poisons, voor de Brewing Station. Die wil ik hier gaan maken. En vorige episode kwam er iemand genaamd Thomas van der Weert met een super slim idee. Hij zei, misschien kan je een heksenhuisje die tussen een aantal bomen hangt maken voor de Poisons. Make it. Just kidding. Nee, het was echt super leuk. Dat lijkt me echt een super vet idee. Dus wat gaan we doen? Wij gaan hier een boom maken. Hier. En hier. En dan wil ik daar eigenlijk tussen een hekshuisje gaan bouwen. Althans een huisje tussen de bomen. Dus het vliegt als het ware tussen de twee bomen. Het wordt daar wel door gesupport. Dus het is niet zo dat het ook echt daadwerkelijk vliegt. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik ga hier een boom alvast maken. Gewoon een klein beetje omhoog. Want hij moet wel een beetje hoger zijn dan de rest eigenlijk. Ik denk dat dit trouwens goed is. Ik denk dat dit hoog genoeg is. Dus dat we dan hier eigenlijk dirt moeten hebben. En daar dan dadelijk de boom op laten groeien, zodat het een beetje hoger is dan de rest van de bomen. Ik had hier een beetje wat dingetjes ingedaan wat ik dacht nodig te gaan hebben vandaag. Ik weet niet of ik het afkrijg. Ik ga 15 minuten hieraan bouwen, hieraan werken en dan ga ik stoppen, want ik heb nog heel veel andere dingetjes te doen vandaag. Dus vandaar. Oké, dat is op zich wel een goed plekje ervoor, denk ik. Jazeker. Dat is een leuk plekje. Ik ga eventjes wat meer dingetjes meteen uit de chest pakken wat ik nodig denk te hebben. Zoals deze. Die ook wel. En dat was het voor nu al eventjes. We gaan eventjes de leaves hier weghalen. Zodat we hier ook meteen een boom kunnen plaatsen. Oké, en dit boom gaat hier, denk ik. Zo, ik denk dat wel echt super tof is. Oké, we gaan deze boom laten groeien. Bam! Oké, dit is wel lekker hoog. Dus dat is super goed. Dat is juist de bedoeling. Het moet juist aan de boom hangen. Dat is het hele idee daarvan. Het huis moet tussen de bomen inhangen. Dus dat is wel echt goed dat die een beetje hoger is. En dan gaan we deze ook nog maken zo. Hoop dat deze ook lekker hoog komt. En die komt nog hoger. Awesome. Dan komt hier dus het huisje. Oh, ik denk dat het echt super vet eruit gaat zien. Dat was echt een super goed idee. Als jullie nou ook leuke ideetjes hebben, vergeet er natuurlijk niet om in de reacties achter te laten. Ik kijk altijd iedere reactie. Ik kan alleen niet altijd op iedere reactie antwoorden. Ah, nee, dat weet ik. Dat is heel jammer. Maar ik probeer altijd iedere video, iedere reactie te kijken van een week terug. En soms zelfs iets langer, want ik krijg namelijk meldingen als er op een hele oude video ook een reactie komt. Dan krijg ik daar ook meldingen van. Dus ik probeer altijd alles eigenlijk te checken qua reacties, qua comments. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ja, vergeet dan natuurlijk niet om een leuke reactie achter te laten. We gaan hier een beetje anders doen dan alle andere huizen. We beginnen met de base. En hier wil ik hem iets lager hebben. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dit mooi is. We gaan wat meer. Pardon, ik moet een boertje laten. Ik heb net gegeten namelijk. Dus 8 uur nu, 8 uur in de avond. En ik neem altijd de video de dag van tevoren op. Dan render ik hem en dan upload ik hem op YouTube de dag van tevoren nog. Zodat ik de volgende dag 100% zeker weet dat hij online komt, om zo maar te zeggen. Online. Ik zeg het altijd heel grappig, ik weet het. Oké, we gaan hier bovenop staan en we gaan dit gewoon zo op deze manier eigenlijk invullen. En ik denk dat het niet precies een legit dak kunnen maken. Dat dit ook echt gewoon door het dak heen komt ofzo. Ik moet kijken hoe ik dit precies wil gaan doen. Maar ik dacht dat het wel leuk was om hier een beetje een verhogingje in te maken. Misschien is dat toch wel iets te hoog. Even kijken. Ik wil wel dit gebruiken, zeg maar. Dus dan. Ja, dan denk ik dat dit wel iets te hoog is inderdaad. En de boom is ook wel echt grandioos hoog hoor. Even serieus. Holy damn. Maar ik denk wel dat het leuk is om dit zo te doen. Toen ik het idee las, toen dacht ik echt zo van,
oh mijn god, deze man is zo ontzettend slim. Zo vet idee, dacht ik. Dat wil ik gewoon meteen proberen. Dus vandaar dat ik het nu eigenlijk ook meteen probeer. Oké, zoiets. Best wel een groot huisje wordt dit. Want dan moet je natuurlijk alle brewing dingetjes in doen. En ik wil het gewoon zo, denk ik, maken. Hier komen dan een paar chests op de verhogingje. Oké, even kijken hoe dit van onderuit ziet. Dat ziet er best wel vet uit. Daar kunnen we altijd nog wel echt wel leuke dingetjes mee doen. En ik denk zelfs dat het tof is om hier gewoon dan ook daadwerkelijk de ingang te maken. Misschien is het mooier om dit eentje, om dit zo te doen. Dat we dan hier de ingang kunnen maken. Oeh, yeah. Ik denk dat dat leuk is. Ik denk dat dat zeker leuk is. Nu gaan we eigenlijk een beetje met spruce. Het een beetje sprucing up. You see what I did there? Oké, lol. Dat is iets minder. Dit is iets minder. Oké, we gaan het helemaal weghalen. Ik wil namelijk het zo hebben. Dat hij zo hoog komt. En dat is misschien mooier. Ja, want dan hebben we maar één half slap als onderkant, zeg maar. En nogmaals, ik denk niet dat we dit vandaag afkrijgen. Ik heb nog heel veel andere dingetjes te doen eigenlijk vandaag. Dus vandaar dat we gewoon eventjes opnemen. En we zijn klaar zolang als de 15 minuten voorbij zijn, zeg maar. Ik hoop wel dat jullie het leuk vinden. Het is een leuk idee. En ja, dat is natuurlijk leuk als jullie meedenken. Want dan kunnen jullie, jouw idee kan dan in deze soort van, ja, village komen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik vind het wel leuk om dingen toe te voegen van jullie kant, zeg maar. Ik vind het altijd leuk om te doen. Ik vind het ook altijd leuk om te luisteren naar wat jullie denken. Want heel vaak hebben jullie hele slimme ideeën, zoals jullie hier nou wel weer zien. Jullie zijn gewoon super slim en zo. Duh! Tuurlijk zijn jullie slim, want jullie zijn geabonneerd op... Nee, schijntje. Oh, ging die dat... Zei die dat nou echt? Oh. Tommy toch? Af en toe moet je wel een keer een geintje kunnen maken, toch? Ja, zeker wel. Zeker weten. De hypotheker of zoiets. Oké, misschien is het mooi... ik dacht even dat ik viel, maar dat was niet. Misschien is het mooi als we dit toch wel een klein beetje weghalen hier. Zo. Oh, dat was de share. We hebben er nog één. Ik ben voorbereid. En mijn keer. Voorbereid. Tommy, je bent voorbereid. Ja, ik ben voorbereid. Hoe vind je die? Zo. Ik denk dat dit wel awesome is. Ik denk dat dit echt awesome gaat worden. In mijn kid. Zo. Drie hoog. En hier ook drie hoog. En deze ook. Nope. Ik denk zelfs dat ik die zo ga doen. Bam. Zo doen we dat even. Zo. Dit wordt ook echt gewoon een dichte muur, zeg maar. Ja. Ik ga hier even een torch ergens plaatsen, zodat het een beetje licht is hier. Want ik zie namelijk dat het donker wordt. Dus ik moet ergens even een torch plaatsen. Zo. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oké. Dan kunnen we hier alvast een beetje het dak erop maken. Het moet niet echt een witch hut zijn, maar het moet gewoon eruit zien. Zo van, oh ja, dit is gewoon echt een huisje tussen de bomen. En daar komt dan mijn brewing dingetjes in. Misschien moet er hier al eentje omhoog. Zit ik nu te denken. Omdat we anders waarschijnlijk niet hier omhoog kunnen lopen. Via het trappetje hier, zeg maar. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Dus ik denk dat we het zo doen. Oh, ik ben echt benieuwd hoe dit eruit gaat zien als die af is. Oh mijn god, het gaat er waarschijnlijk echt super tof uitzien. Ik vind het echt een heel leuk idee. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk al in de gaten. Want we kunnen hieronder dan allemaal... Oh, we kunnen hier in het midden gewoon een ladder naar boven maken of zo. Gewoon zo van... Wap! Laddertje naar boven. Oh, kijk aan. Kijk dit. Dit ziet er toch super vet uit. We kunnen het gewoon zo doen. Zo van... Hup. Even legit sterk maken. Dat hij gewoon
ook echt er tegenaan hangt als zijn... Zo. Nice. Dit als ingang zo hier naar boven. Wat raampjes. Dat is wel vet. Hier misschien dit wel weg, denk ik. En hier gewoon birchwood tussen. Dat dit gewoon een beetje birchwood is. Oh, dit gaat er echt vet uitzien. Mm-hmm. Oh, ik vind het echt super leuk. Wat wil ik ook weer pakken? Oh, ik wilde meer slabs maken. Dat was de bedoeling. Zo. Bam! We hebben heel veel slabs. Dat is heel goed. We moeten nog wat meer stairs hebben. Zo, dat is ook heel goed. Nice, nice, nice. Oeh. Oh, ik ben echt benieuwd. Oké. Waarschijnlijk, hè? Waarschijnlijk gaat het er gewoon super tof uitzien. Grote kans. Hele grote kans. Ik kan eigenlijk eventjes dit zo hier hebben. Dat we vanaf hier kunnen bouwen. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Laten we hem dan zo doen. Oh, schok van jou, paard. Ik hoorde in één keer een heel raar geluid, maar dat was het paard dus. Dat geluid maakte. Zo. Yep. Misschien is het ook wel vet om dan vervolgens dit gewoon te doen. Nee. Dat is niet vet. Want ik zat te denken, misschien kunnen we het zo doen. Dat het een beetje overloopt. Dat wel mooier is. Zo. Hoe heb ik dat hier gedaan? Gewoon zo, toch? Ja, gewoon een rechte lijn. Even denken. Dit is natuurlijk gewoon zo'n slab dan. Waarschijnlijk moet dit toch zo worden. Dat het wel mooier is. En dan dit eigenlijk ook een beetje zo. Want ik vind het zo in één keer zo'n gat erin vind ik niet zo mooi. Dus als we dit doen, denk ik dat het er al wat beter uit gaat zien. Ik hoop het in ieder geval. Dit kunnen we wel gewoon zo dicht maken. Met dit gewoon zo alleen. En dan hier kunnen we een soort van raampje ook maken. Door dit gewoon te... Oh, foutje. Door gewoon heel simpel dit te doen. En dan kunnen we hier iets van glas in doen of zo. Eens kijken hoe dat eruit ziet vanaf hier. Dit ziet er zeker niet verkeerd uit. Absoluut niet eigenlijk. Kunnen we dit ook weghalen of zo? Nee, ja, dat ziet er dan weer minder uit. Ik zit eigenlijk te denken hoe we dit mooi kunnen maken. Zo is dat misschien wel vet. Zo. Oeh. Misschien is dit wel mooi, inderdaad. Zo. En dan wil ik hier een ster hebben. En dan wil ik... Oh, die kan ik niet naar boven. Nu wel. En dan wil ik hier een ster hebben, zo er tegenaan. Bra. En dan kan dit zelfs gewoon een full blok ertussen zijn. Wow, ik zag een creeper. Nope. Holy damn, that sound. What the? Oké, dat geluid vind ik een beetje raar. Dat geluid vind ik een beetje heel raar. Ik weet niet precies wat ik hiermee wil doen. Misschien moeten we het eentje verder laten gaan. En dan pas omhoog. Of misschien helemaal door laten. Ik weet het nog niet precies. Dus we gaan dit deel eventjes weghalen. Laat me weten wat jullie hier misschien aan zouden veranderen. Of wat jullie hier als ideeën hebben. Aan die kant, zeg maar. Want ik vind het een beetje moeilijk om dat te beslissen op dit moment. We gaan in ieder geval het dak er proberen in te doen. Zo, half door de bomen en half gewoon
nice en straight. Zo. Uh-huh. Oh, foutje. Maakt op zich niet zoveel uit. Dus dit is eigenlijk gewoon puur voor de sier. Er komt wel allemaal potion dingen in te staan. Zodat we het ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Maar het is meer dat het er nice uitziet. En dat het er ook leuk uitziet. Dan dat het ook echt straks efficiënt gaat worden. Want het efficiënte gedeelte dat komt ondergronds. Bij allemaal farms en dat soort dingetjes. Hier kunnen we een soort van chests gaan zetten. Maar ik denk dat we dit wel gewoon even dicht willen hebben. Ik denk dat dat iets mooier eruit ziet. Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. En dan weet ik zeker dat dit ding eigenlijk ook weg moet. Want dat vind ik een beetje jammer. En dan hier. Hier kunnen we gewoon een full glass window doen. Zo van, what? Glass all the way. I don't know. Misschien is dat wel leuk. Als we hier gewoon echt gewoon glas maken. Of is het leuk als we... Oh, nee, dat is niet goed. Zo, even... Bam, als we dit zo doen. En dan hier glas tussen of zo. Eens kijken hoe dat eruit ziet. Als we dat zouden doen. Yup, dat vind ik best wel vet. En van deze kant ziet het er ook wel leuk uit. Misschien had hij iets lager moeten. Ja, misschien moet hij iets lager. Gewoon alles eentje lager of zo. Ik weet niet. Misschien wel. Misschien is het net iets te hoog. En dat dit gewoon ook door moet tot voorbij hier of zo. Gewoon echt serieus. Zo van, wat? Kijk, het is super lang. Hier kunnen we nog wat kwijt of zo. En dat we dan ook echt dit gewoon zo doortrekken. Tot hier. Of gewoon echt helemaal. Gewoon echt zo van, ja, dat kan op zich wel hoor. Maar ik denk dat het dan allemaal net iets lager moet of zo. Oh, dit is zo lastig te beslissen. In ieder geval, we hebben een goede opzet gemaakt. Het is een leuk idee. En we hebben de goede eerste probeersom neergezet. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Laat me ook weten wat jullie ervan denken. Ik ga hier gewoon even zo... Screenshotje van maken. Volgende episode gaan we hier denk ik aan verder. Ik denk dat het er echt super leuk uit gaat zien. Maar ik heb jullie feedback dus nodig. Zou die iets of wat naar beneden moeten? Zou die ongeveer hier moeten beginnen, denken jullie? Ik denk het wel. Ik denk dat die één blokje naar beneden moet. En ja, verder ziet het er allemaal wel redelijk strak en redelijk goed uit. Laat me weten. Laat me jullie bouwwerken zien. Jullie weten wat het idee is. Laat me zien wat jullie kunnen bouwen. Stuur het naar me toe op Twitter. Het mag gewoon in de creative wereld. Gewoon zo van, misschien is dit leuk. Ik ga het helemaal checken. Ik ben heel benieuwd. Oh, stomme antivirus, hou op. Uitstellen. Sorry. Hij wilde mijn computer opnieuw opstarten. Not now. Oké. In ieder geval, dit was het voor vandaag. Vond u het leuk? Vergeet dan natuurlijk niet om een blauw duimpje achter te laten. Ik hoop dat ik heel veel tweets krijg van jullie. Met allemaal leuke ideetjes. Want ik weet dat er heel veel daar zijn die naar mijn video's kijken. En ik bedoel nu jou. Ja, jou. Die supergoed kunnen bouwen. Dus... let me know, baby. Oké, laat me weten wat jullie hiervan vinden. Laat me weten wat jullie ideetjes zijn. Misschien dat ik dit gedeelte naar beneden moet halen. Omdat het hier juist wat hoger te maken. Dat dit juist niet omhoog moet, maar naar beneden. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga zelf ook een aantal dingetjes uitproberen in Creative. Of misschien zelfs op deze wereld. En dan zien we jullie terug bij de volgende episode. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Zijn we allemaal op deut? Awesome, ik had ze gewoon geswarmd, man. Oké, en Q! Swarm the bitches! Dat is awesome dat je ze gewoon zo'n plaag gewoon naar ze toe kan.